nodig heb. Ik ga de haakse hoeken in elkaar lassen. Die had Ruud erbij gedaan als uitdaging. Want ik had er klem bij gekregen. En deze die zitten normaal ook altijd erbij of al in elkaar. Alleen als uitdaging moest ik deze zelf in elkaar lassen. En dan zou je zeggen, dat is toch best wel makkelijk. Nou, dat is niet zo makkelijk als je denkt. Want er zijn haakse hoeken, dus je moet precies haak zijn. Ik ga eens even alle klemmen erbij pakken, wat ik denk dat ik nodig heb. En dan ga ik hem opspannen. Ik weet niet precies wat ik nodig heb, dus leg maar wat neer en ik denk dat het daarmee gaat lukken. Ik ga hem opspannen. Die komt zo. En dan zet ik met deze klem. Zet ik hem even vast. Zodat die niet van zijn plek af kan. Kijk, dan duw ik hem hier perfect in de hoek. Nog niet helemaal. Dan doe ik hem eerst nog een keertje na. Dat is goed. Dan krijg ik deze helemaal vast. Dan pak ik deze plaatjes. Die zet ik er zo tegenaan. Die draait dan bijna helemaal aan. Dan pak een hamer. En dan tim ik hem er strak tegenaan. Zo. Dan pak ik nog zo'n eentje. En dan doe ik hier precies hetzelfde. En dan deze, die komt zo. Dan heb ik nog zo'n klem nodig. En dat is onderhand deze, die kun je zo bestellen. Die zet ik zo goed neer. En dan draai ik hem aan. En dan zet ik hem met deze, kan ik hem dan stellen zodat hij haak zit. Dus dan pak ik de winkelhaak. En dan ga ik zo kijken. Dan moet hij iets terug. Dus dan draai ik hem iets losser. Zo. En aan deze kant. En die zet ik goed. Dus dan zou die nou in principe haaks moeten zitten. En dan ga ik dat bij deze ook nog even controleren. Die is goed. En deze is ook goed. Dus ze zijn nou haaks moeten zitten. Dan ga ik deze hoek nog één keer nameten. Met de winkelhaak.
vanuit de binnenkant met klemmen in de weg zitten. En dan zie ik dat die exact haak zit. En deze plaat die moet altijd onderop en niet in het midden. Want anders kun je deze gaten niet meer gebruiken. Ik doe hem overal aan. En dan gaan we lassen. Ik doe de prima vent aan. En dan ga ik lassen. Dan kan die los. Laat de klemmen wel staan, want ik moet er nog eentje maken. Zo. Moet ik even mijn handschoen aan. Want hij is nog warm. Zo. Hier is die. De haakse hoek. En als het goed is, is hij ook haaks. Exact haaks. Ga even de tafel meten. Sommige mensen zullen afvragen, waar dient zo'n haakse hoek nou eigenlijk voor? Die kun je vastklemmen. Op de tafel. En als je dan bijvoorbeeld een stuk ijzer hebt, en hier ligt ook een strip, en die moet er rechtop, en het is al lang, dan zet je die er zo op en dan kun je hem zo vastklemmen met de normale lijmklam. En dan zit hij sowieso altijd recht. En het is nog ergens voor. Als je een keer iets langs zet, dan kun je hem altijd zo erop schroeven. En dan kun je hem uitbreiden. Je hebt ook nog die iets bredere variant, maar die zat niet bij het pakket wat ik heb. Daar zit alleen deze smalle bij. Nu ga ik aan de tweede beginnen. Dus deze zet ik er even weg. De tweede, die doe ik in timelapse. Want twee keer van hetzelfde, dat is ook een beetje saai. Ik hoop dat het lukt. En anders jammer dan.
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Volgende keer.